Nou, goedemorgen Ton en Bert. Zoals jullie zien, ja, ben ik vandaag weer ergens te gast. En dit keer ben ik bij Scouting Bellicum en wel geteld bij de bevers. Ik ga eens even kijken of ik iemand aan zijn jasje kan trekken voor wat meer informatie. Lieke, wat zijn ze hier aan het doen? Ze zijn nu paaseieren aan het zoeken. We hebben vandaag de paasbijeenkomst. Oké, en ik hoor de bevers. Wat houdt het eigenlijk allemaal in? Nou, bevers, dat zijn kinderen tussen de 4,5 en de 7 jaar oud. Dus die eigenlijk de eerste basisbeginselen van scouting meekrijgen. Dus we spelen veel buiten, we knutselen veel. Alles om de ontwikkeling van de leeftijdsgroep eigenlijk te stimuleren. Hoe lang ben je zelf al leiding bij Scouting Bellicum? Ik ben begin dit schooljaar begonnen, dus sinds september. En wat maakt leidinggeven nou zo leuk? Nou ja, het is gewoon leuk om de kinderen hier lol te zien hebben, te zien bloeien. Ja, het is gewoon een leuke leeftijdsgroep. De eieren in gooien. Lekker! Tussen dat er druk naar eitjes gezocht wordt, heb ik nog iemand anders gevonden. Hallo, dit is Nicky van de Veronk. Hallo. Jij geeft ook leiding aan de scouting. Ja. Vertel, hoe lang ben je al leiding? Het is eigenlijk allemaal begonnen met een maatschappelijke stage voor school. En ik vond het in principe zo leuk. En toen ben ik ook gewoon leiding geworden. Ja, nou, hulpleiding. Hulpleiding op dit moment. Ja. Nou, en hoe dat verder gaat, dat gaan we nog even terug bespreken in de studio. Dus weer terug naar Ton en Bert.